Jordi van Schaik, ex-cliënt van Job Lansier, wilde graag reageren op de uitlatingen van Kok van de Heuvel naar aanleiding van onze uitzending van het Koetshuis. Er is veel meer over te zeggen, maar dan moet ik jammer genoeg, en dat is in dit geval gewoon jammer, moet ik zeggen, ik kan er niks over zeggen. Ik moet die jongen niet beschadigen. Hij moet zichzelf maar beschadigen, daar kan ik hem niet van weerhouden. Wij hebben heel veel voor hem betekend en dat kan ik dus niet nader toelichten. En eigenlijk, als hij in de knoop zit, dan hangt hij nog steeds aan de telefoon en dan kan hij zelfs nog bij me terecht. Ondanks wat hij nu doet, want die jongen is stuk, dat is nou eenmaal zo. Nou, wat ik kwijt wilde is dat er een beeld geschetst wordt over hoe het nu met mij gaat. En de eerste punt is dat het, nadat het filmpje gestart is, Van de Heuvel zegt dat hij niet in wil gaan op het verhaal. Maar dan uiteindelijk toch wel toegeeft dat ik hem nog steeds zou bellen voor raad. En dat wij nog steeds op goede voet verder gaan. Nou, dat is niet het geval. Ik heb Kok van de Heuvel 2 keer de afgelopen week, 2 weken gebeld. En dat is niet naar aanleiding omdat hij zo geweldig zorg levert. Maar dat is naar aanleiding van dat meneer Van de Heuvel vindt dat ik hem nog 90.000 euro moet betalen. Ja, goed, ik heb zoiets van, ik ben daar, die claim heb ik. Ik hoor daar voor de rest niks meer van. Ja, goed, nu is de boel geklapt. En ik heb zoiets van, nou, laten we dan maar ook gewoon gelijk doorpakken. Laten we dan alles wat nu op straat ligt, laten we dat dan ook maar afhandelen. Nou, Van de Heuvel heeft er geen zin in. Ik heb zoiets van, ja, goed, dat is de reden dat ik hem heb gesproken. En als je het gaat hebben over of ik hem de afgelopen jaar heb gesproken, dan moet ik zeggen ja. Omdat ik zoiets heb van, ik zag het als een individueel probleem en niet breed. Dus ik heb hem wel eens gesproken, maar de afgelopen 6-7 maanden kan ik wel echt zeggen dat daar geen sprake van is. Nadat gebleken is dat ik niet de enige faal ben. En het tweede punt is dat het zo zou zijn dat ik nu helemaal stuk zou zijn en dat het slecht met mij zou gaan. Zoiets van, ja, goed, ik zit beter in mijn vel dan 1,5 jaar, 2 jaar geleden. En ik heb zoiets van, dan kun je je afvragen, moet je daarop reageren? Ja, ik vind van wel, ik zeg, want er wordt een bepaalde voorbeeld geschetst die niet klopt. En dan heb ik zoiets van, ja, dan vind ik wel dat ik daar dan op moet reageren.